Gary Heckman is de winnaar van de eerste schaatsmarathon op natuurijs. De wedstrijd werd verreden in het Overijsselse Haaksbergen. De marathon eindigde na 100 rondjes met een spannende eindsprint. Gary Heckman! Haaksbergen had dus de primeur. De concurrerende ijsclub in het Groningse Noord-Laren had deze keer het nakijken. Voor het eerst in 6 jaar is in Haaksbergen weer die marathon op natuurijs. Honderden fans willen dat zien. Veel komen uit de buurt, sommigen van veel verder. Breda? Dat is wel even rijden dan. Ja, met de trein, maar ja. Hoe lang bent u onderweg geweest? 4 uur. Het is fantastisch dat je er ook een meemaakt. Het is de 30 jaar nou in Haaksbergen. De marathonschaatsters starten eerder op de avond en hebben hun rit al achter de rug. We werden weggestart en het is gelijk al gegaan. En, nou, het voelt gewoon gelijk super gaaf. En dan heb je inderdaad alleen maar die sneeuw en je ziet geen steek. En je bent maar een beetje wat aan het schaatsen in het peloton. En nou ja, het is gewoon prachtig. Echt, het is heel anders dan op het kunstijs, maar echt heel leuk. De ijsmeester mag dus tevreden zijn. Trots en nuchter ijsmeester, ja. Ik kan misschien vandaag kan ik weer goed slapen. Nu maar hopen dat het hier een beetje koud blijft en dat ook de recreanten nog op de ijsbaan van Haaksbergen kunnen schaatsen.